give a damn about what I do. You think you're the coolest. Who would ever wanna be like you? Yo, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Ja man, broskies, welkom en welkom terug bij de FIFA 21 Valencia Career Mode. In de vorige aflevering heb ik jullie gevraagd. Laat me het anders zeggen, ik zoek dus nog een vervanger voor Mangala en Rakic of Rashis. Ja man, Rashis, nee man, we noemen hem gewoon Rakic. Misschien Rashis. Ik weet niet man, laat me. In ieder geval, we hebben dus nog een centrale verdediger nodig en een verdedigende middenvelder. Ik ga even kijken tussen de reacties door. En trouwens, twee van jullie, Nino en Jaoud. Sorry als ik je naam verkeerd zeg. Ja man, in ieder geval, jullie beiden zeiden Isco. Ik heb Isco op de lijst gezet. Ik vind het eigenlijk wel een interessante optie man. Isco inderdaad komt niet meer toe aan spelen bij Real Madrid. Hij is ontevreden. Natuurlijk ben je ontevreden als je niet speelt bij Real Madrid. Want als je kijkt, Isco heeft nog steeds het talent. En hij zou een goede kunnen zijn voor Valencia. Dus ik heb hem ook op de lijst gezet. Maar natuurlijk, de centrale verdediger en de verdedigende middenvelder hebben voorrang. Maar goed, als we de kans krijgen, gaan we Isco sowieso halen. Het is 020. Jij zegt Demiral. De centrale verdediger van Juventus. En volgens mij is er geen vaste keuze daar. Dus dat maakt het realistisch. Demiral heb ik op de lijst gezet. En eventjes tussendoor. Kylian en... Wacht even. Joas, zeg ik het goed? Ja, maar in ieder geval, beide van jullie zeggen Justin Kluivert. Omdat hij natuurlijk de zoon is van. Justin Kluivert speelt bij Red Bull, maar hij is uitgeleend. Hij speelt eigenlijk natuurlijk nog steeds bij AS Roma. Dus we kunnen hem dit seizoen sowieso niet halen. Maar, volgend seizoen, je weet maar nooit. Oké, we hebben een centrale verdediger in Demiral van Juventus. Ik zoek nog steeds een verdedigende middenvelder. Formule 1, man. Jij zegt Corentin Tolisso. Dat is inderdaad een verdedigende middenvelder. Oké. We gaan even kijken. Ze staan al op het lijstje. Isco, Tolisso en Demiral. Trouwens, ik heb een echt gezicht voor Demiral. Bam! Ja. Oké, in ieder geval, we hebben nog... Nee. We zitten ondertussen in de laatste dag van de transferperiode. Jullie hebben al gezien, we hebben niet de informatie voor de spelers. Dus we gaan het hierbij laten. In deze aflevering, zoals je ziet, doen we het ietsjes anders elke woensdag. Omdat ik natuurlijk een dubbele uploaddag heb. Gaan we zonder camera werken. En we spelen in plaats van 3 wedstrijden, 2 wedstrijden. Omdat ik dan meer tijd heb en meer ruimte om te editen. En natuurlijk op tijd op te loaden. Want de maandag en dinsdag, afgelopen maandag en dinsdag, duurde het ietsjes te lang. Hebben wij iets interessants blanco verkocht voor 1 punt? Nee. Dat is kleingeld. Hebben wij iets interessants? We hebben een... Oké. Dit is inderdaad interessant, want hij mag vertrekken. Even kijken. Tussen de 33 en 49 en... Chelsea biedt 34. We gaan onderhandelen. Chelsea heeft geld, dus we gaan gewoon 45 vragen. 46, ja man. We doen gewoon 46, even kijken. Chelsea heeft geld, doe niet gierig. Waarom hebben jullie eigenlijk Gomez nodig? Jullie hebben al genoeg goede spelers. 40, ze zijn wel flink omhoog gegaan. Dit is wat ik wil zien. Voor 45. Mogen jullie hem hebben? 45 mil. Maximiliano Gomez, wel echt een gruwelijke voornaam man. Bro, we hebben een deal. 45 mil voor Gomez. Gomez gaat vertrekken naar Chelsea. Ik weet niet waarom. Chelsea is al een gruwelijk team. Maar goed, 3 uurtjes te gaan. Die deal van Gomez is er nog steeds niet doorheen. Ik denk nu. En dat is de deal. Moet wel. Gomez is vertrokken. Hij is vertrokken naar Chelsea. Nog 1 uurtje te gaan. We gaan even heel snel kijken naar de topploegen. In La Liga, wat ze hebben gedaan. Barcelona heeft Pogba gehaald. Milinkovic, Savic, Koza en Pereira. En ze hebben Busquets, Umtiti en Alba verkocht. Dat is wel een lijstje. Real Madrid heeft Valverde verkocht. Varane verkocht. Modric verkocht. Ze hebben wel deze gehad van PSV en Vlahovic. Maar deze van PSV. Maar kijk wie ze hebben verkocht, man. Ze hebben voor 252 mil spelers verkocht. En ze hebben maar voor 9,6 mil spelers gehaald. Real Sociedad, Lanzini en Sibli. En ze hebben een paar verkocht. Willian, José onder andere. En Merino. Dat was het volgens mij. Nee. We hebben nog Sevilla, tuurlijk. Escudero, Navas vertrokken. Fernandes, Conan en Habs. Habs van... Wauw, van Feyenoord. Oké, we hebben dus een paar Eredivisie spelers. Ja, en we hebben zelf ook nog Berghuis en Gravenberg. Oké, even kijken. Kalganoglu van AC Milan. Martinez, nee toch. Van Ajax. Nog een Eredivisie speler. Moreno, Bakka en Pedraza verkocht. Yo.
Even kijken, de laatste is denk ik... Villarreal, is dat een topploeg? Nee. Wacht even, maar die heb ik wel opgenoemd. Nee, jawel, oké. Okay. Bro, Mata. Twee keer Mata? Waarom? Kappa hebben wij gehaald, Williams hebben wij gehaald. Wacht even, we hebben twee spelers van Atletiek Club gehaald. Oeh, Baseli, Pedraza. Oké, okay, ja man. Mata van waarschijnlijk Manchester United. Atletico Madrid, Savic en die naam ga ik hier opnoemen man. En ze hebben Rafa en Tarkovski gehaald. Oké, okay. Ik denk dat dit het is man. Wow, bijna verpest. We gaan het sluiten. Trouwens, Weghorst is vertrokken naar Leicester City. Mooi deal. Boateng naar Inter. Ja, de transferperiode is officieel gesloten. We gaan kijken naar het schema van deze aflevering. Want, hebben we nog niet gedaan. We hebben 3 wedstrijden. We gaan er 2 spelen. Elche is dit volgens mij. Sevilla en Granada. Oké, we gaan het opnemen. Even kijken. Dit is een thuiswedstrijd. Uitwedstrijd. We pakken dit. Ja, oké. Okay. Wacht even. Even kijken. Granada staat op plek 13. Elche staat op plek 16. Is het Elche tegen wie we gaan spelen? Ik denk het wel. Kijk, ik heb een tweede elftal. Dit is de tweede elftal, maar ja, die is niet goed genoeg. En trouwens, Trossard, ja, we hebben Gomez verkocht. Dus Sobrino wordt het. En Moussa heeft een echt gezicht. Eindelijk. Ik heb een echt gezicht voor hem kunnen regelen. Maar ik denk het niet, maar ik ga geen risico nemen. Nee. Moussa. Even kijken, je snelheid. Ja, ik denk eerlijk gezegd deze. Want dan gaat zijn acceleratie omhoog en dat is precies wat ik wil. Moussa, hey, 17 jaar, hij heeft een goed potentieel, man. Echt gezicht. Oké, de eerste wedstrijd van deze aflevering is tegen Elche. We gaan simuleren. Let's go. Even kijken, alles staat denk ik goed. Zijn we er klaar voor? Let's go. Dit wordt een kansje voor Elche. Dit is niet de bedoeling. Wauw. Eerste aanval. Eerste aanval, beest. Oké. Okay. Focus. Positiespel is niet echt heel goed. Nu. Golazo. Trossard. De Belg scoort. 1-1. De gelijkmaker. We zijn terug in de wedstrijd. Eerste helft is bijna voorbij. Kunnen we de bal onderscheppen? Dat kunnen wij niet. Sterker nog, dit is een counter. Tussendoor. We hebben net de gelijkmaker gemaakt. En we staan gewoon weer achter. We hebben het over Elche, hè. Geen Real Madrid. Geen Sevilla. Elche. 3-1. We zijn op bezoek, maar dit is wel echt dramatisch, man. En daar hebben we 3-2. Soler met de doelpunten. Aanvoerder. Oké, okay, terug in de wedstrijd. Gelijkspelletje zou blij zijn. Op het middenveld. Hier is Gravenberg. Dus, oh mijn god. Ik verlies gewoon mijn stem halverwege. Wat een paas. Niet naar achteren pasen. Och man, ze spelen gewoon de... Net als in het echt, hè. Wanneer het moet, pasen naar achteren is gewoon dodelijk. We verliezen met 3-2 van Elche. Deze zag ik niet aankomen, man. 16e plek, hè. Ze staan op de 16e plek. Oké, okay, we hebben de informatie voor Demiral en Tolisso. We gaan even kijken. We gaan het denk ik nog niet doen, want deze aflevering mag niet te lang duren. Maar ik wil wel even kijken. Hoeveel geld hebben wij? We hebben best wel veel. Wacht even. We hebben 73. We zouden ze kunnen halen nu al. Ik bedoel, van ze komen pas aan in de winter, maar... Januari, je weet wat ik bedoel, maar... We zouden ze nu al... Misschien moet ik het gewoon nu doen, want de kans is groot dat ze qua waarde omhoog gaan. Ik moet het denk ik nu doen. Tussen de 37 en 52. We beginnen helemaal onderaan. Tuurlijk. Hij heeft geen vaste plek bij Bayern München. Realistisch voor ons dus. What? Oké. Okay. Luister, als Demiral ook zo snel kan gaan, zo makkelijk, zo goedkoop, dan ben ik tevreden. Maar dit is al goed, man. 37. Maar wacht even. Eerst aan Demiral. Hij is goedkoper, man. Tussen de 27 en 41. We beginnen met 27 mil voor Demiral. 77 algemeen. Ik dacht dat hij in de 80 was. Maar ja, hij gaat natuurlijk... Bro! We hebben mooie deals. Dankzij jullie, hè. Jullie kwamen met Demiral en Tolisso. Oké, wacht even. Dus... Ik ga eerst deze deals afronden. 81 algemeen, 77 algemeen. Wauw, die transfers gingen snel. What? Lekker man, oké, we gaan. Hier hebben we Tolisso. En is dat niet, dat lijkt op Arteta. Wat? Arteta is toch Arsenal?
Anyway, wacht even. Cruciaal? Accepteer ik. 81 algemeen sowieso. 4 jaar. Vind ik een goede deal. Oké, okay. Hij gaat wel veel minder verdienen, man. 83 verdient hij nu. 83k per week. Zullen wij dit wel doen? Maar wat gaan we doen dan? 70 mil. We gaan het gewoon proberen. Jullie zeiden dit is realistisch bij clubs in La Liga. Dus we gaan even kijken. Oké, okay, ze gaan akkoord. Nou, volgende. 48,5. Dat is wel echt te veel, man. Wat vind je van deze deal? Want, ja. Die was wel te veel, man. Ze willen dit... Oké, okay, wacht even. We gaan het moeten accepteren. Wacht even. Bijna een mil. Yo, oké. Okay, hierna gaan we gewoon accepteren. Even kijken. Wauw! Oh, man. Accepteren. Ik wist niet dat... Wauw, oké. Okay. We hebben geen keuze, Tolisso. Wauw, ik ben eventjes van slag, man. Weeksalaris is wel echt hoger dan de rest van mijn spelers. Oké, okay, volgende is Demiral. Waar is hij? Waar is, wow, waar is Demiral? Waar is Demiral? Hier, oké. Okay. Ronde 30k ongeveer. Misschien lager, ik hoop lager. Tolisso, yo, ik ben wel gierig, man. Oké, okay, we gaan. Demiral met een echt gezicht. Oké. Okay. Rotatie, tevreden. Hij verdient 51k. Hij gaat wel minder verdienen. 5 jaar. Oké. Okay. Hij is lang. Hij is heel lang. Even kijken. Gaan we gewoon doen. Maar ja, hij gaat wel... Even kijken. Wat gaan we doen? 60 mil. We gaan gewoon iets doen, man. 60 mil voor Demiral. Oké, okay, ze gaan akkoord. Oké. Okay. En nu? 34k. Ik ga meteen accepteren. Dit vind ik een mooie deal. En we hebben onze nieuwe centrale verdediger. En hij komt in januari. Demiral. Netjes, man. Oké, okay, dus we hebben Tolisso en Demiral binnen. Ze komen aan in januari. Israël kan nog niet, want we hebben geen geld meer. Oké, okay, de eerste wedstrijd van deze aflevering die we gaan spelen is tegen Sevilla. Sevilla staat op plek 14. Wij staan, waar staan wij? Waar staan wij? Op 12. Oké, okay, niet heel slecht, maar we hebben gewoon onze eerste wedstrijd trouwens verloren, man. Nu pas ik het, hè. We hebben onze eerste wedstrijd verloren. Ondertussen gaat Barcelona steeds beter. Real Madrid gaat steeds beter. Precies wat ik al had verwacht. Atletico Madrid ook. Ai, ai, ai. Teleurstellend, man. Oké, we gaan. De eerste wedstrijd van deze aflevering. En we hebben gewoon verloren van Elche. Ga ik een keer simuleren op de andere manier. Verliezen wij gewoon meteen. En we hadden moeten winnen. Dit is de moeilijkste wedstrijd van deze aflevering trouwens. Hè? We gaan het zien. De thuiswedstrijd tegen Sevilla gaat bijna beginnen. En we hebben natuurlijk een hele mooie ploeg. Maar het wordt alleen maar mooier en mooier. Want we hebben Tolisso en Demiral. En waarschijnlijk ook Isco als we een klein beetje geld krijgen ergens vandaan. Ik weet niet van waar, maar... We gaan even kijken trouwens naar de opstellingen. Want we mogen die dingen niet laten zien van YouTube. En nee, van La Liga volgens mij. Van beide misschien. Anyway, wacht even. Nee, van La Liga. In ieder geval, bro. Dit zijn de 11 voor Valencia. Kepa op doel. Gaia, Mangala, Paulista en Kappa zijn de verdedigers. Op het middenveld hebben we Gravenberg, Rashid, Soler. En voorin Trossard, Williams en Berghuis. Williams was aan in de vorige aflevering. En dit zijn de 11 voor Sevilla. Even kijken. Luc de Jong in de spits. Ze hebben Idrissi natuurlijk. Wauw. Twee spelers uit de Eredivisie. Op het midden van Torres, hij is lastig. Ocampos op de flank, Rakitic, Fernando, ze hebben een paar... Yo, Diego Carlos, Gnagno, yo, Davies. Ze hebben een paar goede spelers, man. Zeker. We hebben een nieuwe camera stand. Ik ga even kijken of ik het wat vind. Maar we zullen zien, we zullen zien. Hier hebben we Berghuis, Inaki Williams. Nee, geen goede pas. Ook die pas komt niet aan. Oeh, Trossard. Pas op, pas op, pas op. Hier gaan we dan. Kappa. Dat moet hem zijn. Inaki Williams. Recht op de keeper. Geen richting voor Williams. Jammer, jammer, jammer. En wauw. Miscommunicatie. Tussendoor hebben we hier. Berghuis. Heeft hem meteen. Berghuis van een afstandje. Tuurlijk wordt het meteen geblokt. Tuurlijk. Soler, de aanvoerder.
Mooie actie. Daar is Soler, Soler! Waarom is er geen kracht? Soler, dat moet echt beter, man. Berghuis, Trossard, sta op. Oké, wacht, we hebben nog de bal. Oké, niet klagen, niet klagen. Maar dat is wel weer zonde. Kijk, Trossard gaat meteen liggen. Dat is geen buitenspel, want kijk achter de keeper. Wacht even, FIFA. Idrissi. Idrissi, wow! Idrissi heeft... Wacht even, waar komt die snelheid vandaan? Ja, overname. Kappa. Hier is Trossard. Trossard is weg. Trossard is weg. Trossard! Golazo! Wat een actie van Trossard. Wat een paas van Williams. En we hebben de voorsprong. We moeten wel. We hebben de vorige wedstrijd verloren met... Maakt het uit? Het maakt niet uit. Elsje hebben we verloren. De nummer 16. Wat een paas. Nogmaals. Kijk hier. Trossard. En weg. Keeper weg. Gespeeld. Weggespeeld. Gewoon weggespeeld. Gewoon weggespeeld. Trossard met zijn volgende doelpunt in La Liga. En we staan voor met 1-0. Hey, laat me trouwens weten wat jullie vinden van deze camerastand. Mijn nieuwe outfitje. Patrick Kluivert, de manager. En Trossard heeft doelpunt nummer 2 volgens mij. Toch 3. Hij heeft er alweer 3 gemaakt. Netjes, man. We staan voor met 1-0 tegen Sevilla. En Sevilla is een goede ploeg. En einde van de eerste helft. Oeh. Woe. Gelukkig net op tijd gescoord, man. We staan voor met 1-0. De tweede helft gaat beginnen. En ik ben zeer tevreden over hoe we hebben gespeeld in de eerste helft, man. Ik heb eigenlijk niks te zeggen. Verdedigend zijn we vrij stabiel. Aanvallend hebben we toch echt... Ja, zijn we gewoon dreigend. Ocampos. Mooie paas naar Fernando. Fernando gaat hem weggeven. Hier is Trossard weer. Trossard is weer ontsnapt. Trossard. Oh, wat een redding van de keeper. Was het de keeper? Even kijken. Hier is Trossard. Helemaal open. Het is de keeper. Trossard had zijn tweede van de wedstrijd moeten maken. Dit kan nog wel eens een klein probleem. Luister, we moeten... Ja, weet je? Ah, jammer. Luc de Jong. Godblok. Wow, wow. Weg. Kappa. Ik dacht aan een... hoe heet het? Penalty, man. We hebben geluk. En hier hebben wij de wissel. Berghuis gaat eraf voor de jonge speler Younes Moussa. Kijk, Peter Kluivert netjes wat hij doet. Hè? Even wat mooie motiverende woorden toespreken aan Moussa. En als het goed... Wauw, die bal rolt gewoon naar... Dat is de gele kaart van Gravenberg. En weer de paas op Ocampos. Deze is gelukkig niet goed. En buitenspel. Gravenberg gaat geel krijgen voor die actie van net. Maar ja, Moussa maakte een verkeerde beweging. Want daarachter liep natuurlijk ook Kappa mee. Oké, geen probleem. Onze bal of niet? Moussa, kan je die bal... We hebben een klein probleempje nu. Want we naderen de slotfase en ze worden sterker. En Trossard had een bal gemist en het is de gelijkmaker. Of niet? Het is de gelijkmaker. Trossard had die kans moeten afmaken. Wauw. Ik wil even kijken, want wie had eigenlijk de bal moeten wegkoppen? Iemand stond daar natuurlijk met deze speler. Even kijken. Achterin, achterin, achterin. De nummer 2 is... Kepa geklopt. Oké. Bal kwijt. En dat is het einde. Want ik had... Ik had een hele grote kans kunnen creëren daar. Als die bal uitgaat, hebben we geluk. Oh my! Kijk, dit is wat ik bedoel. Einde. We gaan niet verliezen, hè? Hij gaat er langs. Hij gaat er langs. We hebben geluk daar. We hebben echt geluk daar. Hij ging er gewoon langs. Oké, 1-1. We stonden gewoon voor met 1-0. Tegen Valencia. Ik bedoel, tegen Sevilla, bro. Paulista weg. Oké, scheids. Je mag fluiten, want... Oké. Ik weet niet wat ik moet vinden, man. We hebben gewoon weer niet kunnen winnen. Ah, zo teleurstellend, man. Trossard had, had die kans moeten afmaken. En ik zei het toch, hè? Het kan een probleem worden. Dicht bij een overwinning, maar het is hem gewoon net niet geworden. 5 keer geschoten voor Valencia, 3 keer voor Sevilla. We hadden maar 44% balbezit. Sevilla had... Wauw.
We hebben gewoon de overwinning uit handen gegeven. En kijk eens aan Kluivert. Patrick Kluivert heeft een 69, een 6.9 gekregen van het bestuur. We moeten sowieso de laatste wedstrijd winnen. Wat is dit? Ah, hij vond het dus niet zo fijn dat ik hem had gewisseld. Oké. Okay. Berghuis had het gevoel dat hij het verschil kon maken. Oké, okay, ja, hij heeft de kans gehad. Dus ja. Oké, okay, de laatste wedstrijd is tegen Granada. Granada staat op plek 11 met 7 punten. Wij staan op 12 met 6 punten. Oké. Okay. Ik heb in de vorige wedstrijd Iñaki Williams helemaal niet gezien. Dat is echt wel jammer. Maar oké, okay, Trossard was aan het vlammen. Maar ja, hij had een hele grote kans gemist. We hebben gewoon punten laten liggen. Hij heeft een 6.9 gekleiverd van het bestuur. Dus we moeten sowieso deze wedstrijd winnen. Berghuis was niet tevreden. Hij wou eigenlijk dus de wedstrijd uitspelen. Hij vond dat hij het verschil had kunnen maken. Dit zijn de 11 voor Valencia. Geen veranderingen hier. En dit zijn de 11 voor Granada. Even kijken of ik iemand opvallend zie. Het antwoord is nee. En daar is... We komen niet aan de bal. Niet aan de bal. We komen niet aan de bal. Nee, we komen niet aan de bal. Gaia. Ja, dat hadden we nodig. Oké, okay, Granada. Granada is op zoek naar een vroege voorsprong. Dit moet weg. Ik snap niet waarom die bal niet gewoon weggaat. Je geeft hem als het ware gewoon aan de sky. Hier. Kijk. Aha, tuurlijk. Van alle spelers in de box natuurlijk. Granada. Tussendoor. Rashic. Pfff, slecht schot. Zoler. Zoler! Oh, we hebben doelpunten nodig. We hebben ze nodig. De aanvoerder. Hij is trouwens niet eens de aanvoerder. Dat zei ik al in de eerste wedstrijd. Dat is natuurlijk Gaia. Maar hij mist wel echt. En niemand om hem heen. Ja, precies. Dit moet beter, Zoler. Wacht even. Als hij hem gaat pasen, is het klaar. Ja, oké. Okay. We hebben geluk. Geen penalty alsjeblieft. Daar is de kans voor Kepa. Ah, Granada is onverwachts goed. Onverwachts goed. Kepa met een mooie redding. Maar dit ziet er gewoon niet goed uit. Daar is de kans, Suarez. Kepa met de redding. Trossard is niet op zijn plek. Trossard is weg. Trossard is weg. Trossard en de aanval. Berg, Gravenberg heeft het in huis. Berg, oh, ik zeg de hele tijd Berghuis. Dat is Gravenberg. Bro, maar hij mist compleet. Aannemen. Nee, hij schiet in één keer. Misschien had ik moeten aannemen. Eerste helft bijna voorbij. En even kijken. Kunnen we hier de bal... Oh, Soler. Soler, goed gedaan. Gewoon rustig aannemen. Geen probleem. Trossard! Trossard! Golazo! Weer Williams en Trossard. Weer die combinatie dat werkt. Maar dit keer moeten we nog een keer scoren, man. Williams geeft een mooie pass op Trossard. En Trossard is vlijmscherp. Hij is vlijmscherp in deze aflevering. Hier. Williams, niet wachten. In één keer doorgeven. Want anders is het buitenspel natuurlijk. Trossard is vlijmscherp. Hij heeft de smaak te pakken. Wat een doelpunt. Wat een mooi doelpunt. Granada heeft toch 4 keer kunnen schieten. Wij 6 keer. Maar Granada gewoon 4 keer. We moeten oppassen, man. Die statistieken zeggen alles. Granada kan elk moment toeslaan. Granada met de vrije trap. Dit is niet goed. Dit is niet goed. En ik zei het net, hè. Ik zei het net, hè. Gelijkmaker. Ik zei het net. Werkelijk waar. Het is altijd hetzelfde. Wanneer ik erover begin te praten, scoren ze gewoon. We hebben gewoon niet lang kunnen genieten van die 1-0. Even kijken. Wat... Ja, Mangala verliest zijn mannetje. We hebben echt... ik ben zijn naam vergeten van Juventus. Die, ja, Demiral nodig, man. Oh, my. 1-1. Daar gaan we dan. Daar gaan we dan. Oké, okay, Berghuis. Jij zei dat je een verschil had kunnen maken. Nou, we gaan. Daar is de foute paas van Berghuis. Ja. Dit keer ga ik hem geven. Oh, weer goed verdedigd, jongens. Rechtsbuiten. Rechtsbuiten gaat. Voordeel.
Daar is de voorsprong voor Granada. Wauw, ik zei het al. Ze hebben 4 keer geschoten in de eerste helft, wij 6 keer. En we staan gewoon achter binnen een paar minuten. Wat? Deze paas was het. Mangala, die slijding maakt er niet eens meer uit. We staan gewoon achter met 2-1. Nu mogen wij in paniek raken, want we spelen niet eens zo slecht. Alleen, ze maken gewoon eigenlijk alles af, man. Gravenberg! Alles, yo, zie je wat ik zie? Die blok... Yo, ze blokkeerden gewoon werkelijk waar. Geduldig blijven. Geduldig blijven. Overname. Hier hebben we Inaki Williams. Trossard moet hem afmaken! Golazo! Het is maar een gelijkspelletje, maar we moeten het ermee doen nu, man. Want het gaat nog niet heel lekker. Weet je, we zijn pas begonnen. We moeten echt allemaal aan elkaar gaan winnen, man. Dat is eigenlijk wat het is. We moeten aan elkaar winnen. Alle spelers moeten aan elkaar winnen. We hebben best wel veel spelers gehaald, man. De hele voorhoede hebben we sowieso gehaald. Wat een doelpunt. Trossard trouwens. Yo, Trossard weer, hè. Kijk die doelpunt. Kunnen wij nog winnen? Dat is de vraag. Kunnen wij nog winnen? Patrick Kluivert is al tevreden, maar we kunnen nog meer. Ik geloof er heilig in. Doelpunt nummer 5. Doelpunt nummer 5 alweer voor Trossard. Hij is de topscorer volgens mij. Hier is Wil. Maar die richting van... Oh my! Het is gewoon weer hetzelfde. Gewoon weer Inaki Williams gewoon goed verdedigd. Hé? Hij houdt vast. Palista! Nee! Waar gaat het doorheen? Nee. Weer een gelijk spelletje, man. Zo jammer, man. Sorry, man. Ik had graag willen winnen. Waar gaat... Hoezo kan hij nog koppen? Vlijt maar af. Ik ben niet tevreden, man. Ik ben niet tevreden. We hebben tenminste niet verloren, maar ik ben niet tevreden. We moeten even gaan kijken wat we kunnen veranderen. Inaki Williams is ineens gewoon verdwenen. Berghuis niet gezien. Trossard is ineens aan het... Ja. We gaan even kijken naar de statistieken. 9 keer geschoten. Granada 7 keer. Wij hadden 57% balbezit. Oh... Dit is de stand in La Liga en kijk eens aan Barcelona terug aan top. Levante op 2, Atletico Madrid op 3. We hebben Real Madrid op 6, in de top 6. Waar staan wij? We zijn ingehaald door Granada. We staan gewoon op plek 12 met 7 punten. We hebben maar 1 keer verloren, hè. Maar we hebben gewoon 4 keer al gelijk gespeeld. 4 keer! De topscorer in La Liga. Even kijken, we hebben Okazaki op plek 1 met 5 doelpunten. Net als Gomez, Porto en Trossard! Wacht even. En Alario en Iglesias. Dat zijn wel echt veel namen. En Longstep, bro. De man van de assist is Williams. Inaki Williams met 6. Het verschil is aanwezig, man. Gewoon 3 meer. Broskies, dit is ook meteen het einde van deze aflevering. Sorry, man. Ik dacht echt dat we minstens 1 wedstrijd hadden kunnen winnen van de 3. Als je kijkt naar de ploegen van deze aflevering, hadden we minstens 1 moeten winnen. We hebben dus nu een 6.8 gekregen van het bestuur. Patrick Kluivert staat onder druk. Broskies, nogmaals. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. I'm out. But you told me.